vind dat op een menswaardige, goede manier, zonder problemen, een einde aan je leven maken, vraagt om een bepaalde deskundigheid en begeleiding. En ik denk, en ik beweer, dat de arts daar toch de meest geschikte persoon voor is. Die heeft de sleutel tot die medicijnkast, kan dus de goede medicijnen geven. De arts, zeker als die voldoet aan de normen van de wet, die dient erbij te zijn, die kan optreden als er problemen ontstaan. Die kan daar iets aan doen. Hij kan dus al met al zorgen voor een menswaardig einde. Dus ik ben niet zo tegen die arts. Ik vind ook artsen die roepen dat het allemaal zo verschrikkelijk zwaar is, vind ik soms ook zwaar overdrijven. Natuurlijk, het is niet iets wat je elke dag graag doet. Maar het is een ingreep die, als hij goed wordt voorbereid, goede gesprekken zijn geweest, die heel wel te doen is. Waar je niet wekenlang voor van slag hoeft te zijn. En in Nederland, met onze fantastische wet, als je je aan de regels houdt, dan hoef je ook helemaal niet bang te zijn voor vervolging. Je bent zelf arts, hè? Wie bepaalt voor een ander wat nou ondraaglijk lijden is? Ja, daar ben ik vrij simpel in. Er is er maar eentje die bepaalt wat ondraaglijk lijden is, en dat is de patiënt zelf. De wet voegt daaraan toe dat de ander die zou moeten helpen, kan bepalen, in ieder geval de dokter, bepaalt of dat lijden hopeloos is. Of er werkelijk geen methodes meer zijn of middelen zijn om dat lijden te verzachten, om het lijden draaglijk te maken. Want op het moment dat lijden draaglijk is, vervalt het argument van ondraaglijkheid bij de verzoeker. Dus ik ben het helemaal mee eens. De dokter moet zich verder houden van een oordeel over de draaglijkheid of ondraaglijkheid. De patiënt moet wel aan degene aan wie die eventueel hulp vraagt duidelijk maken waarom het voor hem of haar ondraaglijk is. Want dat is heel persoonlijk. Wat voor A ondraaglijk is, kan voor B heel wel draaglijk zijn. Dat zie je ook. Stel, je bent eigenlijk nooit ziek. Maar je krijgt opeens een herseninfarct. Ja. Wat dan? Ja, dat is een probleem. Kijk, op het moment dat de wilsbekwaamheid plotseling wegvalt, dan is, en er is nooit iets geregeld, omdat je voor die tijd eigenlijk nooit enige reden gehad hebt om erover te praten, dan heb je inderdaad het probleem. Dat geef ik direct toe. Ik vraag me alleen af of dan een laatste wilpil ook een oplossing is. Want dan heb je toch een beetje dezelfde discussie. En bovendien, wie gaat die pil dan halen en verstrekken? Dus die komt in dezelfde probleem als een dokter eventueel. Het zou hooguit kunnen zijn dat het een reden te meer is om met je arts dan opnieuw het gesprek aan te gaan als je jong bent. En er nog helemaal geen sprake van is, maar dat je wel duidelijk maakt hoe jij aankijkt tegen. En wat je vaak ziet is dat soort gesprekken pas gevoerd gaan worden als bijvoorbeeld ouders van mensen in die leeftijdscategorie iets vreselijks krijgen. En je ziet hoe daar het lijden wordt gevormd en hoe daar dus niet mee kan worden omgegaan. Dus het komt opnieuw weer aan op het feit dat je op tijd spreekt over, weet waar en ook van de ander weet wat hij wel of niet wil doen, en in dat geval dan een duidelijke wilsverklaring maken en met die arts weer overleggen over die wilsverklaring, zorgen dat die up-to-date is en up-to-date blijft. Dus het vereist activiteit van degene die zo over zijn levenseinde denkt. Maar kunt u zich voorstellen dat sommige mensen zeggen van ja, maar dat hele traject ook helemaal niet in, ik ben toch wilsbekwaam nu. Als ik nu die spullen bestel of krijg, of op wat voor manier via de corporatie, dan kan ik me toch voorstellen dat mensen zeggen, ja, dat vind ik toch wel een geruststelling. Ja, moest luisteren, volstrekt mee eens. Geruststelling, als je het middel hebt, je denkt erover, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben alleen zo vreselijk benieuwd, als het zover komt, welke voorwaarden er gesteld gaan worden aan iemand van 30 jaar die zegt, geef mij die spullen maar vast in huis. Want als ik dadelijk op mijn 50ste een herseninfarct krijg, dan wil ik de spullen hebben. Of anderszins. Ik kan me niet voorstellen of je gaat naar een volstrekt autonoom
Niemand bemoeit zich ermee. Als jij dat wil, nou dan krijg je ze alsjeblieft, hier heb je ze. Of je krijgt het recept hoe je ze moet maken. Of, ja, dan ga je naar een hele ander soort discussie toe. En ik vind wel dat we in Nederland, ook de maatschappelijke verantwoording, dat je moet zorgen dat dat soort besluiten genomen worden door mensen die weten wat ze besluiten. Dat er enige, zeg maar, verantwoordelijkheidsgevoel is bij alle betrokkenen. Want anders gaan we natuurlijk toch toe naar, dan ga je echt toe niet naar zelfdoding, humane zelfdoding, maar dan ga je naar zelfmoord faciliteren. En ik denk dat dat niet is waar wij met de wet naartoe willen, waar de coöperatie naartoe wil. Je wil nog steeds naar een zorgvuldig, waardig leven zijn.